Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte natuurlijk. Ja, er is wat vervelends gebeurd. Ik heb momenteel geen internet meer. Ik heb problemen met Ziggo. Ik had eerst het gevoel dat Ziggo me afgesloten had. En dat was dus niet zo. Er is iets met mijn internetverbinding aan de hand. En het is toevallig net een paar weken voordat ik overstap van Ziggo naar KPN. Want ik ga overstappen naar KPN. En zal je net zien, dan gaat er ineens dit gebeuren. Dus ik heb geen internet meer. Ik kan niet meer uploaden. Ik kan niet meer spelletjes spelen. Ik kan niet meer video's kijken. Ik kan helemaal niks meer. Ik heb geen internet meer hier in huis. Super vervelend. En vooral het uploaden, dat wordt een ontzettend probleem. Ik doe het momenteel, moet ik het maar even doen, met de hotspot. Dat is op mijn telefoon, is dat. Maar er zitten ook allemaal weer haken en ogen aan. Het is gewoon weer één grote rampenplan is het. Dus het kan zijn, misschien als jullie dit zien, dan is het denk ik alweer voorbij. Maar ik weet het eigenlijk nog niet zeker. Ik denk het niet. Ik denk niet als jullie dit zien dat het al voorbij is. Het kan zijn, het is misschien al gebeurd, dat er 3 of 4 dagen tussen zitten voordat ik weer een video online zet. En dat heeft dus alles te maken met het geweldige, fantastische hulp van Ziggo en de hulp van KPN die je. Als je echt in de problemen zit en geen internet hebt, je gewoon in de stront laat zakken. Want als klant van Ziggo en toekomstige klant van KPN heb ik gewoon 0,0 hulp gekregen om dit op te lossen. Er komt wel een monteur, komt er. Die komt eerst nog eventjes Ziggo maken voor me. Maar ik had ook al een medewerkster die dat gewoon al niet meer wou. Die zo had zoiets van, nou joh, jij gaat toch weg bij Ziggo. Dus zoek het maar lekker uit met je hele handel. We sturen ook geen monteur meer langs. Maar ik ben een beetje eigenlijk op mijn strepen gestaan. En ik heb toch voor mekaar gekregen dat er een monteur langskomt. Binnenkort stap ik dus over naar KPN. Ik weet niet of dat ook gaat werken. Ik heb ook alweer verhalen gehoord dat KPN helemaal waardeloos is. Ik heb ook gehoord dat KPN voor sommigen heel goed is. Dus ja, de waarheid ligt altijd een beetje in het midden. Dus we gaan maar afwachten. Voorlopig dus ben ik maar aangewezen op de televisie. Ik ben maar een beetje televisie aan het kijken. En als ik Planet Coaster speel. Wat ik momenteel weer heel erg doe, dan speel ik hem maar offline. Ik heb echt gewoon helemaal geen internet. Dus ik ben echt helemaal afhankelijk van de internet op mijn telefoon. En dat is onbeperkt data is dat. En unlimited data, onbeperkt internet, allemaal leuk en aardig. Het is helemaal niet onbeperkt internet, want je moet gewoon, heb je een daglimiet. En als je daar overheen bent, wordt gewoon je internet wordt ook gewoon minder. En dat was met KPN is dat altijd zo. Als je verbinding dan, want op een gegeven moment als je je limiet overschreden hebt, dan kan je nog wel blijven internetten, maar dan wordt het trager. Nou, je kan gewoon niet meer internetten, want het is zo traag is het dan dat je gewoon echt helemaal niks meer kan. WhatsApp gaat nog wel een beetje, maar een website bezoeken, dan zie je de foto's niet meer, omdat het de foto's niet op tijd laden, omdat het internet gewoon zo traag is. Dus je hebt er eigenlijk helemaal niks aan als je over je limiet heen bent. Kun je net zo goed stoppen met internetten, want het is gewoon helemaal niks meer. Dus in die situatie zit ik momenteel even. Het is heel vervelend en ik probeer om nog dingen te verzinnen. Ik heb wel dingen verzonnen, maar tot nu toe is het nog helemaal niks. En pas, even kijken, aanstaande donderdag pas
is het pas, dan komt er pas weer iemand die het gaat repareren. En het is nog ongeveer nog een 6 dagen. Dus ik zit 6 dagen zit ik zonder internet. Dus het is momenteel behelpen. En uploaden, dat zal een beetje moeilijk gaan. Want het is allemaal leuk en aardig als je gaat uploaden. Maar als je dan gaat uploaden, dan ben je zo weer over dat daglimiet heen. En dan, dan kan je net zo goed je upload annuleren. Want dan is het zo traag. Dan, dan verzint hij gewoon helemaal niks meer. Dus het kan zijn dat er af en toe 3 of 4 of 5 dagen tussen zit voordat er weer een nieuwe vlog online is. Maar dan weten jullie in ieder geval hoe dat komt. En dat komt dus door het internet. Het is echt ontzettend balen. Ik baal er verschrikkelijk van. Maar helaas is het eventjes niet anders. En in ieder geval wou ik nog even deze video ook nog even opnemen. Om ook te vertellen wat er precies aan de hand is. En dat jullie weten waarom ik dus af en toe even wat minder upload. Dat komt dus omdat ik dus geen internet thuis meer heb. Ik ga hem ook afsluiten van deze kant. De video wil ik eigenlijk een beetje zo kort mogelijk maken, want dat is makkelijker om te uploaden. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik kan alleen maar zeggen, de groetjes van deze kant. En dan weten jullie in ieder geval dus dat er een paar dagen tussen kan zitten voordat er weer een nieuwe upload is. Helaas, het is helaas niet anders. Maar ik zal het helaas moeten doen tot er een monteur komt die hier het zaakje repareert. Groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer. En ik hoop dat dat het snel voorop is, dat ik snel weer een nieuwe video kon uploaden zonder problemen. Groetjes van deze kant en ik zou zeggen bye bye, hoi!